We zijn hier in de werkplaats van het Delphio College waar onze leerlingen timmeren. En poosje geleden zijn begonnen met het maken van een wagen voor het kanon in de gemeente Hattem. De jongens zijn zover dat de ruwbouw is in feite klaar. Het is opgezet. De schilder maakt al zijn voorbereidende werkzaamheden om de scheuren allemaal weg te werken zodat hij straks, wanneer hij het in de oorspronkelijke kleur moet beschilderen, de zaak klaar heeft. Een aantal van onze jongens zijn bezig met het maken van de wielen. Daar komt smeedwerk overheen. De stichting in Hattem heeft het smeedwerk aan ons geleverd. En zo proberen we dat de komende weken klaar te krijgen dat het zover is dat jullie dat de gemeente Hattem in de ontvangst kan nemen. Zodat het weer voor jaren er een mooi wagen staat. Zoals die wielen, hè, die zijn van staal gemaakt. Is er ook volgens oude techniek wordt het er ook opgemaakt, omheen geklemd? Nou, er wordt wel wat gebruik gemaakt van wat moderner is. Men wil het toch zo maken dat het toch bijna kans gaat krijgen. En daardoor gebruikt men een lijn die men vroeger niet had, dus een kruislijn, zodat alle poriën opgevuld worden en vocht in de kruis. Dus het is een mix van oud en nieuw. Je ziet ook draadeinden, men had wel draadeinden, maar niet zo mooi als dit in de 17e, 18e eeuw. Je ziet hoe oud het oorspronkelijke model is. Maar er worden concessies gedaan. Maar hoe kregen ze dat vroeger, dat badijzer eromheen? Ik denk dat we dat vroeger ter plekke maakten. Men had een wiel, men maakte de wiel van hout rond en men pakte ijzer. En men smeedde net zo lang tot het er omheen paste. En door middel van temperatuurverschil, warm maken en dan weer snel afkoelen, kan het materiaal krimpen en uitzetten. En dan krimpt het als het ware om een houten blok heen. Maar het is, wordt hier nu niet toegepast? Het is niet toegepast. De stichting uit Hattem heeft gezorgd dat het staal dat hier geleverd werd. Wij moeten ons daarop aanpassen op de maat die wij aangeleverd hebben. Van welk hout is het gemaakt? Het is gemaakt van eikenhout en dat geeft ook meteen weer een probleempje aan. De draadeinden zijn van metaal. In eikenhout zit looizuur en metaal en looizuur dat verstaan elkaar niet zo goed. Waardoor dus een versnelde roestvorming kan komen op de metalen onderdelen. Nu is dat voor zo'n draadeind niet zo heel erg. Het is massief ijzer van 16, 18 mm, dus dat overleeft ons makkelijk. Maar goed, het geeft wel aan dat bepaalde houtsoorten spullen in zich hebben die waar elkaar niet helemaal verdraagt. Maar waarom gebruik je geen RVS draadeinden dan? Nou, ik denk dat een kostenkwestie is. Wij konden de as niet in één keer draaien in onze draaibank. Kijk, vroeger gebeurde dat uiteraard met de hand. We hebben hier de draaibank staan, dus we hebben de as doorgezaagd. We hebben de linkerkant gemaakt, de rechterkant gemaakt en we hebben het geheel weer aan elkaar gelijmd. Hier kun je zien dat er een stuk is ingelijfd. Dit is uiteindelijk de as, maar de oorspronkelijke maat was dit. Dus we hebben deze delen eraan vastgelijmd. Zodat het weer één keer is gehad. Waaronder de wagen onder een bepaalde hoek moest staan, is die as in de brede richting neergezet. Is deze as in de hoogte richting ingezet. En hier zie je ook die scheiding, dat dit blok bij ons in de draaibank komt en dit gedeelte later teruggezet is. En dan komt hier nog een as doorheen, een draadeind doorheen, om dit geheel bij elkaar te houden. En hier komt de steun in van het kanon, die dan zo hier op een paneel, die kan opgaan. En dan wordt dit verankerd met een speciaal gesmeden pen. En dit, dat overleeft ons allemaal. Dit is dus een boormachine die in één keer die hoogte, die totale hoogte van het land van de kanon aan kan. Het is een speciaal gereedschap wat we hebben aangeschaft omdat we dus een molen bouwen voor een stichting op Kampen Eiland. En per geluk kon er ook hier